Ik sta elke week debatten aan te vragen die door de coalitie worden geblokkeerd. Dat is inmiddels zo'n lijst. Het is afschuwelijk hoe ze wegkijken. Van deze problemen die door de regering zelf worden veroorzaakt, wordt gesmeten met miljarden naar dingen die eigenlijk overbodig zijn of er niet toe doen. Of zoals het uitkopen van boeren, laat ze lekker boeren. En dat soort dingen. Dus de belastingen moeten fors naar beneden. En we zullen ook het eigen risico moeten opheffen. En die eigen betalingen voor de geneesmiddelen. Het is, de overheid schiet zichzelf in de eigen voet. Het is belachelijk wat ze aan het doen zijn. Ja. Maar vooral de schrijnende toestanden van mensen. Ik hoor het ook als ik op werkbezoek ga, als ik moet thuis aan de hulp. Wat ze binnenkrijgen aan oudere mensen die door zijn gelopen met ziektes. En bijna niet meer te redden zijn. Terwijl als ze wel gewoon toegang hadden tot zorg. Dan had die situatie helemaal niet uit de hand gelopen. We hebben een minister die arts is. We hebben een andere minister die operatieassistent was. We hebben verschillende verpleegkundigen in de Kamer. En ze kijken massaal weg van deze situatie die nu op korte termijn moet opgeheven worden. Als jij niet je medisch noodzakelijke medicijnen ophaalt voor een hoge bloeddruk of cholesterol of diabetes, dan word jij een duurdere patiënt. En maar dan is goedkoop duurkoop.